Goedemorgen, wij zijn wakker. Het is vandaag vrijdag, de dag voor de Beauty Gloss Party. Ja, ik ga zo meteen al met Foef mee carpoolen naar Centraal. Dus ik ben echt heel vroeg op Centraal om 8 uur, terwijl ik pas om 12 uur een afspraak heb in Amsterdam. Maar dat maakt niet uit, ik neem gewoon alvast ding mee en ik ga gewoon alvast naar Amsterdam. En Foef komt vanavond, we slapen in een hotel, morgen is de party. Ik ben wel al sinds gisteren een beetje maar nerveus, maar komt goed, komt goed. Ik zit even aan meal preppen te doen. Food om mee te nemen. En voor Foefje ook, voor mezelf. En Foef zegt altijd dat ik te veel van die plastic bakjes koop. Maar ik zweer dat ik er nu nummer 2 heb waar ik dit in kan doen. Qua zeg maar echt een goede portie. Pff. Ik heb gedoucht. Ik heb me omgekleed. Dit is wat ik aan heb. Dit shirt. Dit fluffy vest als jas. Want het is best wel warm vandaag. Zwarte broek. En ik doe mijn Uggs aan. En dit is een beetje een soort van mijn kledingsituatie. Ik neem extra shirts mee. Morgen Foefje. Neem extra shirts mee en dit wordt echt mijn enige jas, want dit hele weekend wordt echt 30 graden of zo. Dus dat is very, very nice. Ik denk ook wel een chillbroek aan beneden. Ja? Heb je een dikke? Ja. Ja, ik heb alleen deze dan en ik heb een onesie mee die wat dunner is. Ik word gedropt bij Centraal door Foefje. Alright. Ik zie het. Vanavond. Niet met trolley vergeten uit. Er is allemaal jurk in het. Ik ben in de beurs. Kijk die spullen alsjeblieft. Kijk hoe mooi. Kijk hier daar hebben! Ha! Dat is zo cool! Ik zit in de beurs te werken. Ik ga jullie even laten zien wat voor tempo ik nu typ. Let op. Het gaat best oké, toch? Oké, ja. Oké, I'm out. Ik ben over een paar uur weer terug. Ik moet naar Maria's voor mijn haar. Ik moet heel zo langs bij een korf. Ik zit hiernaast om een spanks te halen. Ik ben dus mijn spanks kwijt. En die heb ik nodig, want één jurk is soort van doorzichtig. Dus dat moet. En zo'n bodysuit. Dus ik loop naar binnen, loop door naar Mariette. Een kwartiertje lopen en dan ga ik mijn haar doen. Dat is ook nodig. Change of plans. Hella gaat mee, die heeft nog geen outfit. Dus die gaat heel wat mee de bijenkorf in. Zij voor een jurk, ik voor de spanks. En dan door. Ze verkopen geen spanks meer bij de bijenkorf, dus ik helemaal niet. Ik heb nu een medevorm, een soort van slipdress thingy. En nu naar Mariette. Ik ben bij Mariette. Hallo. En Jessica is hier ook. Die gaat mijn nagels doen, heel cool. Ik heb net iets heel leuks bedacht met pastel gel kleurtjes. Want ja, dit valt natuurlijk ook wel op. Zo, na zo'n jurk. Dus, yay. Kijk hoe mooi mijn nagels zijn. Hoe pretty is dit? Pastel. Hoe heet dit? Folie? Ja, eigenlijk is het gewoon een soort van transferfolie. Dat zit er ook tussen. En het is gel lak, dus het blijft echt nog wel even een tijdje mooi. So pretty! Yay! Thank you! Graag gedaan! Kijk de kleur. Mijn extensions zitten er nog niet in, maar oh, heerlijk vers. Nu is er weer echt verf ingegaan. Wij doen om de keer of om de twee keer zoiets doen we zeg maar verf. Normaal alleen uitgroei. Van haar. En kijk, ze heeft je kufte besteld. Yum! Het zit er weer in. Kijk, extensions. Wee. Even mooi gefeund, gekruld. Ik ben weer in de beurs en kijk nou even dit. Dit is allemaal op de spiegels mooi gemaakt. Kijk nou. Hoe mooi. Wauw. Deze ook. Let's make a selfie. Oh snap. Hashtag beautyloss. Hashtag BG Party 2016. Kijk, alles wordt opgezet hier. Leuk. Die unicorns. Dit is echt hilarisch. Daar kan je dus een foto mee maken. Maar je zou er ook even op kunnen gaan zitten. Ik ben bij mijn hotel
ik slaap in het Ambas dit weekend. Yippie, dit is een super chique fijn hotel. Check de kamer. Check de beautyhoek. Nice. Oh, kijk dit. Een glas wat ingaat, overgaat op een vis met kruisjes. De stoel, de lamp. I love it. Oh, ik heb de bureaustoel ook. Nice. Poefje is er. Hola allemaal, amigos. Hallo. Poefje is ook naar de kapper geweest. Ja. Wel heel erg licht nu hier. Ik val me wel op dat dit altijd, dat hij dit langer laat omdat ik Jan dus geen haar heb. Oh. Ik vergelijking zie. Ja. Maar vind je het leuk? Is het goed genoeg? It's cute, yes. Mooi. Die baard mag er wel af. Gedeeltelijk niet alles. Zou ik er een soort hanenkop van maken? Nee. Oké, we gaan onze spullen in de kast hangen nu. En daarna eten. Mm. Mm. Kijk hoe cool. Voor mezelf foto's aan het maken. Kijk even naar dit. En dan die spirals. Wacht. En dan die led sticks daar. Dit had zo'n kunstwerk bij Burning Man kunnen zijn. Ik wil het snapchatten, dammit. We zitten in het restaurant. It's so nice. Alles is zo enorm nice hier. I love it. Dit is de lekkerste boter die ik ooit heb gekregen bij brood. Het is boter. Hm? Ik wil zeggen, we hebben wat voor even gemaakt. Maar ja, klopt. Oh, dat verhaal wil je ook vertellen, ja. Het is dus boter met citroen erin. En het smaakt zoet-zuur. En dat is gekaramelliseerd. En hij is ook gekaramelliseerd. Het is echt super lekker. En we hebben zojuist ontdekt dat ik dus helemaal zoet-zuur fan ben. Ja, en ik ben heel erg van zout-zoet. Als in combinaties. Ja, en ik doe altijd zoet-zure saus bij alles. Ja. Heerlijk. Kijk er nou zitten met een mooie armpje. Net ging ze ook met de ene vinger eronder om te krabbelen. Zo. En toen moest ze aan haar vinger ruiken. Nee, ja, nou. Dat is ook niet lekker, hè, schat. Check mijn salad. Mijn dukkie. Jouw duk. Mhm. Het broodje ziet er echt heel erg food porn-achtig uit. Vooral gewoon hoe dat brood eruit ziet. En dan smeert hij dit er zo op allemaal. Ik kan me ook voorstellen dat je denkt, nee, maar gaat hij dit allemaal mooi neerleggen erop? Ja, natuurlijk. Ja. Dat is ook super lekker. Oh. Ga die andere agurk ook neerleggen? Wat? Ik zou nog zeggen dat het ASMR is. Nee, dat nog net niet. Oh, weet je wat ik vandaag voor ASMR moment had? Ik had ook getweet. Oké, hoor deze. Ik zat in de trein en er zat een vrouw en die sprak Engels. Was een toerist. Nee, ze sprak niet met slijmies. Ze sprak gewoon heel zachtjes. Gewoon net het, yes, I'm staying. Blablabla. En toen op een gegeven moment zei ze dit. Toen zei ze, maar ik moet het eigenlijk in stilte laten, want het was verder helemaal stil in de trein. Yes, well, yes, I think. Dat was zo ASMR dat die K die ze dan los zijn. Dit is echt geweldig. Ging het kaassaus toevoegen. Asperges met grote zalm. Het proefje heeft dan met ham. Maar hoe die kaassaus ging, werd hier overheen gegoten. En het ging door het nestje heen. Het was echt amazing. Yep. We zijn even naar buiten om te wandelen. Kijk die muur. Vet. Oh, dit eten was zo lekker. Het was echt heerlijk. Je zit zo vol. Ik heb ontbijt. Nu af. Vette tuin. Ik heb meestal veel gegeten, proef. Ja, we hebben niet eens ontbijt. Oh, nee. Hé, hey, wastafel zoals bij ons een beetje. Oh, kijk nou. Kijk dat. Kijk cool. Dit. Het is echt als. Oh, dit is een beer. Moet je kijken. Een soort gummybeer. Waar? Hier, dit de bosje. Kijk deze plek. Ik snap deze beelden niet. Ze hebben heel veel van deze beelden. Alsof die iets eet of zo. Vet dit. Wat is dit dan? Een duckie of zo? Een vogel. Ja, dat zat ik dus ook al te denken. Dit is wel een trouwlocatie. Kijk. Ja, I know. Kijk, die naast jou, die swirly tree. Al onze kleding hangt hier. Schoenen. Ik heb nog extra schoenen gehad van Anouk. Voor de styling. En ik ga nu mijn trolley vullen voor morgen. Ik ga de vlog afsluiten. Hoe laat is het? 9:45 of zo? Ja, 9:45. Ja. Dan gaan we zo slapen. Wij gaan slapen, Welterusten. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Doei! Doei! Zigzakjes die. Maar kijk even de extra large mega noodles. Maar het is te veel. Wat is jullie favoriet als iemand vaker dit koopt? Ja,
Maar het is gewoon heel veel om te kiezen. Welke kunnen jullie aanraden? Want ik weet gewoon niet eens wat... Where to start? Is dit met groenten? Ja.